Gekomen door Leo Dijkgraaf, die hier in huis had en die zag dat er het nodige dierenleed was. En met dat Bonaire een bijzondere gemeente werd van Nederland, zei hij van nu kun je ook op Bonaire gaan helpen. En ik weet een heel goed doel, wat wel wat hulp kan gebruiken, dat is de Animal Shelter. En die kunnen heel goed een auto gebruiken. En zo zorgde Leo dat de eerste dierenlotambulance op het eiland bij de Animal Shelter terecht kwam. We zitten vandaag, ja, meer dan 10 jaar later. Hoe is het gegaan gedurende deze 10 jaren? Ik denk, als je er naar kijkt, dat de dierenhulpverlening op het eiland een stuk verder is dan 10 jaar geleden. Er is natuurlijk het nodige dierenleed, maar als we zien, naast de Animal Shelter is ook FKK Animal Rescue ontstaan. Er is veel meer hulp voor dieren en daar hebben wij ons steentje aan bij kunnen dragen door diverse organisaties te ondersteunen. FKK Animal Rescue heeft ook 2 dierenambulances van ons. Recent hebben we de Flamingo Dierenkliniek kunnen helpen om door te starten. Maar zo zijn er nog 5, 6 organisaties die we helpen. Dus zo hebben we eigenlijk al een heleboel organisaties kunnen helpen die, naar wij onze indruk, fantastisch werk doen. Jullie hadden zaterdag bijeenkomst. Ja, iedere organisatie wat jullie helpen, ondersteunen, die waren hier. Wat was de bedoeling hiervan? Nou, we vinden het sowieso erg leuk om alle organisaties een keer bij elkaar te hebben als we hier zijn. Gewoon omdat het heel leuk en goed is voor dierenhulpverleners om eens een beetje in een ontspannen sfeer te praten met elkaar. En veel organisaties hebben het in de coronatijd heel moeilijk gehad, hebben ingeteerd op hun toch vaak al beperkte financiële buffers. En wij hebben het geluk gehad dat het eigenlijk heel goed gegaan is. Dus we hebben ze kunnen verrassen met extra financiële ondersteuning om zeg maar de kas weer een beetje op peil te brengen. Ik denk educatie is ook heel belangrijk. Doet DierenLot ook aan educatie van de mensen op Bonaire in Nederland? Wij doen wel aan bewustwording en voorlichting. Maar we hebben ook een blad Samen voor Dieren met veel wetenswaardigheden. Maar echt educatie, voorlichting op scholen, dat doen wij niet. Maar toevallig hebben we vandaag wel een bespreking gehad met mensen over of DierenLot zou kunnen helpen bij het op gang brengen van educatie op de scholen. Ik denk dus dat het groot castratie-sterilisatieprogramma misschien wel het belangrijkste is waarover nagedacht wordt. En dat er behoefte is aan educatie, voorlichting. De vraag is alleen, ja, hoe ga je dat oppakken? Dat is nog niet zo makkelijk. Er zijn hier honderden mensen op het eiland actief die echt bijna dag en nacht inzetten om dieren te helpen. Of het nu gaat om honden en katten, of voor ezels, of voor de sea turtles, of de lora's. Er zijn echt honderden mensen bij betrokken. En ga door, want jullie doen geweldig werk. Leo, jij bent toch ambassadeur van DierenLot op Bonaire. Je hebt toch, denk ik, een betere inzicht op met wat betreft Bonaire, wat er op Bonaire bezig mee is met wat betreft dieren. Wat kunt u ons hiervan vertellen? Er moet nog ook een hoop meer gebeuren, hoor. Laten we dat ook. En de overheid is er wel mee bezig, weet ik, maar het duurt ook wel weer zo lang dat er qua wetgeving weer een verbetering komt eigenlijk als het gaat om het dierenwelzijn. We hebben toen nog onlangs ook weer het nieuws gekregen, hè, dat honden die dan loslopen, mensen aanvallen en dat het niet echt handhavend opgetreden kan worden soms, omdat de wet daar nog niet... Al dat soort dingen die zijn, denk ik, op dit eiland nog heel erg belangrijk. Dus dat ook de overheid inderdaad meekijkt wat DierenLot doet. Ik weet, ze zijn ook met elkaar in gesprek, daar ben ik blij mee. Alleen ik zou, ga door, ook tegen de overheid willen zeggen. Maar daar zijn nog een heleboel verbeterpunten te krijgen. En verder moet ik echt zeggen, ik ben ontzettend trots op Jan en zijn hele organisatie. Dat het geen eendagsvlieg was, van ik kom even helpen. Maar eigenlijk hoef ik niet meer zoveel te doen. Want hij vindt weer iedere keer andere organisaties. Dus ja, ik ben ambassadeur, maar ik vind dat ze zelf zo verschrikkelijk veel goede dingen doen. En ook zo Esther ook, die is helemaal betrokken bij al die clubs. En wat ik ook afgelopen zaterdag weer merkte ook, want vergis je niet, veel dierenorganisaties in Nederland ook, dat zijn niet de makkelijkste mensen onder elkaar, hè? Die gunnen elkaar het licht soms ook niet. En dat is zeker om met die mensen bij elkaar te gaan zitten op zo'n gezellige avond. Het is zo'n ontzettend leuke sfeer gewoon. En dat zijn, ja, ook hele belangrijke dingen, dat je die mensen ook hier in het zonnetje zet.